De regionale ontwikkelingsorganisaties, die WEWA, heeft haar nieuw vijfjarig beleidsplan overhandigd aan de voorzitter van DNA, Jennifer Simons. Deze overhandiging heeft plaatsgevonden in het DNA-gebouw. Stiwewa-voorzitter Robbie Berghout is blij met deze stap. Dankjewel. Dit is natuurlijk heel gediend bij het parlement. Dus het is een ingekomen stuk. Het gaat naar alle leden. Maar net zoals gezegd, wij hebben van verschillende andere posities, ook parlement, maar parlementariërs van alle politieke partijen zijn welkom in de vereniging. We hebben dus verschillende mensen. En in die vereniging hebben we altijd sturen als structureel ondersteuning van winkel, inderdaad, de planmatige aanpak. Stiwewa richt zich op buurtonderzoek in de regio Paramaribo-Zuid. De organisatie die reeds 40 jaar bestaat, wil met de overhandiging van haar beleidsplan de problemen binnen deze regio aankaarten bij het parlement. We zijn vandaag hier omdat we weten, mevrouw Simons, dat de overheid een strategisch zeer belangrijke partner voor ons is. En vooral dit instituut wil je kunnen helpen met wat u nodig hebt naar voeding vanuit de basis, ja, om hier zo dingen te doen. Het is goed dat we dat assemblée af en toe kan horen van wat zijn de dingen die u al weet, maar misschien ook niet details daarop. Stiwewa-voorzitter Robbie Berghout. Hij heeft vandaag het vijfjarig beleidsplan 2018-2023 van de regionale ontwikkelingsorganisatie overhandigd aan DNA-voorzitter Jennifer Simons.